Ga niet alleen op pad in de kleine uurtjes. Dat is een van de tips van de politie om nieuwe overvallen te voorkomen. De tips staan op flyers die de politie gisteravond uitdeelde aan jongeren op scooters. Juist deze groep wordt veel overvallen. Op plaatsen waar veel berovingen plaatsvinden, zoals het Heerdenpad, werden daarom jongeren aangehouden. Ze kregen een flyer waarin stond wat ze moeten doen bij een overval. De daders van de overvallen zijn met name jonge mannen tot 25 jaar. En ook de slachtoffers vallen in die leeftijdscategorie. Dus we hebben ons gisteravond voornamelijk gericht op die doelgroep. We hebben flyers uitgedeeld waarin tips staan hoe je een overval kunt voorkomen. En ook wat te doen als je toch slachtoffer bent geworden van een overval. Het was een geslaagde actie, maar er zijn nog geen nieuwe acties gepland. Gisteravond was een hele succesvolle actie en met name ook door het uit de anonimiteit halen van de jongeren hopen we ook dat hier een preventieve werking vanuit gaat. We sluiten niet uit dat we dit mogelijk nog een keer gaan doen, maar die actie staat nog niet gepland. En wat is, was u zo succesvol aan de actie van gisteren? Dat we heel veel mensen hebben kunnen benaderen en hun van preventietips hebben kunnen voorzien. En hun er met name op kunnen attenderen. Van joh, let op, en vooral wat te doen uh, om een, een overval te voorkomen. En als je toch slachtoffer wordt, wat je dan moet doen.